Voorzitter, vorige week donderdag zagen we het resultaat van jarenlange open grenzen, een totaal gebrek aan integratie. En het was een beschamende vertoning die de hele wereld overging, namelijk een jacht op Joden in Amsterdam. En ik zou daar heel graag een debat over willen hebben deze week nog. En ik zou het debat daarover willen voeren met die minister-president, de minister van Veiligheid en Justitie en die minister van Binnenlandse Zaken. En ik zou u, gelet op de serieusheid van deze problematiek, vragen om ons minstens 6-7 minuten spreektijd per fractie te geven. De heer Timmermans. Ja, voorzitter, er zijn heel veel onverkwikkelijke zaken gebeurd sinds vorige week. En mijn fractie steunt de aanvraag voor debat, inclusief de bewindslieden die daarbij genoemd zijn en de verlengde spreektijd. Heer Jetten. Voorzitter, steun om hier morgen of zo snel mogelijk een debat over te voeren. Ik heb begrepen dat een deel van het kabinet zich ook met een katshuissessie op dit debat voorbereidt. En ik zou graag voorafgaand aan het debat van het kabinet een brief ontvangen met de genodigden voor die katshuissessie en ook de uitgebrachte adviezen, zodat de Kamer daar ook haar voordeel mee kan doen in het debat. Mevrouw Bikke. Voorzitter, met woede en verdriet hebben we gezien wat er gebeurd is in de afgelopen dagen in Amsterdam en hoe antisemitisme eigenlijk ook het vertrouwen van onze Joodse gemeenschap compleet geknakt heeft. Dus het is heel goed om hier morgen een debat over te voeren, van harte steun. Ik zou daarbij ook graag de minister van Onderwijs aanwezig hebben. Meneer Van Balen. Voorzitter, geweld en discriminatie moeten altijd in alle vormen afgekeurd worden. Ik wil de regering middels een brief vragen om alle adviezen openbaar te maken die in de afgelopen periode zijn gedaan, ook van de NCTV en net zoals de gemeente Amsterdam met een feitenrelaas te komen. Ik wil de regering vragen om ook met een uitgebreide reactie te komen op het feit dat Maccabi-tuigen in de afgelopen periode met een ongebreidelde jacht op pro-Palestina-demonstranten, met een ongebreidelde jacht op Amsterdamse moslims, Amsterdam, ja, dagenlang onveilig hebben kunnen maken. En ik vraag een brief, ja, aan de regering, hoe de regering op dit moment komt tot de conclusie dat er sprake zou zijn van een integratiecrisis. Waar is dat op gebaseerd? En ik verzoek daarom ook om aanwezigheid van staatssecretaris Nobel. De heer Stoffer. Mede namens CDA van harte steun. Mevrouw Jezielkes. Ook namens de VVD van harte steun en de drie bewindspersonen zoals Rodier Wilders gevraagd lijken mij voor het debat van morgen voldoende. En op al die andere plekken zullen we het erna over hebben. Maar ik heb liever een efficiënt en concreet debat dan het halve kabinet hier. Mevrouw van Vroonhoven. Voorzitter, ook steun van onze kant. Belangrijk dat we hier met elkaar over te praten komen. Vanmorgen hebben wij schriftelijke vragen nog gesteld. Wij vragen of deze nog voor het begin van het debat beantwoord kunnen zijn. Ja. De heer Baudet. Steun. En mevrouw Koekoek. Steun ook voor de informatieverzoeken en de verzoeken van iedereen welke bewindslieden erbij aanwezig kunnen zijn. Mevrouw van Zanten. Uiteraard steun en wij sluiten ons aan bij het voorstel van de heer Wilders en mevrouw Jezielkes over de betreffende bewindspersonen. Mevrouw Ouwehand. Voorzitter, je bestrijdt antisemitisme niet met moslimhaat en toch zagen we verschillende politici de afgelopen dagen het vuurtje alleen maar opstoken. En de premier heeft niets gedaan om de gemoederen te bedaren, ging niet boven de partijen staan, deed niets voor de veiligheid van alle Nederlanders. We zijn geen debat aan het voeren. Dus reken maar dat hij zich daarover moet verantwoorden in deze Kamer. De heer Dijk. Voorzitter, steun ook voor alle voorwaarden die gesteld zijn door andere Kamerleden en fracties. En we hebben een heleboel met elkaar te bespreken, dus ook steun voor de extra tijd die de Wilders vraagt. De heer Eerdmans. Heel graag steun, voorzitter. Nou, er is een ruime meerderheid. Volgens mij is iedereen het erover eens dat dit debat gaat plaatsvinden. Qua planning ziet het eruit dat dat morgenochtend kan gebeuren vanaf 9:15. Er komt een gewijzigd schema voor de rest van de plenaire agenda. Het verzoek om spreektijd. Het is een meerderheidsdebat, normaal 4 minuten. Ik stel voor dat we er dan 6 van maken en het daar ook echt bij houden. We hebben ook begrotingsbehandelingen nog te doen. Waaronder het belastingplan, dat vanavond begint, maar deze week echt moet worden afgemaakt. Dus ik doe nu ook alvast een beroep op iedereen om morgen in de interrupties kort en bondig te zijn. Het is een belangrijk debat, dat snap ik, maar we hebben ook nog ander werk te verrichten. Ik zal verder voor zorgen dat alle verzoeken die zijn gedaan als het gaat om de aanwezigheid van de bewindslieden, als om schriftelijke reacties ter voorbereiding op het debat, worden doorgeleid naar het kabinet. Dank u wel.